jas op. Nou, dit is hem. Helemaal een leuk kijk naar kampioen. Ik ben vandaag met Simon samen op een stal waar ik nog nooit eerder ben geweest. Maar Simon wel. Ja. Het is namelijk een stal van... Van Tamar Kotsjalpsen. Ja, dus de eigenaresse van Shadow. Van Shadow uit de Penny. Dus die kunnen jullie kennen van Penny, van de vader van Penny Shadow. En de film ervan, als het ja, is. Ja, ja. En dat paard dat staat dus op deze stal. En we gaan vandaag Tamar ontmoeten. Die rijdt hier allemaal verschillende paarden en we gaan dus Shadow ontmoeten. Jij gaat Tamar ontmoeten. Ik ga Tamar ontmoeten, want Simon die komt hier wel vaker. Ja. Nee, ja, ik kom hier altijd in mijn vakanties en dan kom ik een beetje helpen en zo. En met Horse Event, dat soort dingen. Ja, met Horse Event dan loopt hij ook met Tamar mee, zeg maar, om te helpen. Dus Simon komt hier vaker, ik ben hier nog nooit geweest en ik ga het vandaag weer zien. Ja. Dus we nemen jullie natuurlijk mee en er komt ook nog een heel leuk verhaal, als het goed is, over Shadow. Nou, dit is hem. De Shadow, eigenlijk heet die nap Neapolitano XXI18. Maar ja, jullie kennen hem als Shadow. Dit is broertje van Shadow. Dit is Diamond. Ook dit is verre familie van Shadow. Dit is Specky, dubbeltje. Maar het is familie. Oh, rustig maar. Niet schrok. Dit is zeg maar de stand-in voor Shadow. Deze is ook ergens ver weg. Familie van Shadow is ook een Lipizzaner. Oeh, dit is Siri. Nee, ik mijn jas op. Siri. Ja. We kijken nu even buiten rond, want de paarden die kunnen dus van binnen naar buiten toe kijken. Gaan ik zo even naar binnen? Kunnen we binnen even de paarden goed voorstellen? Maar er zijn dus een aantal paarden van Tamar zelf. En dat zijn bijna allemaal volgens mij familieleden Van Shadow op een of andere manier. Maar de andere paarden zijn hier in training. Want als het goed heeft, Tamar is een dressuurrijder. Ja. En ze rijdt ze ook op hoog niveau, traint ze die paarden. En voor mensen volgens mij gewoon. Ja, ze maakt ze klaar voor ruiters. Ja, ze maakt ze klaar voor de sport. Dus we gaan nu eventjes naar binnen. Dit is King. Tamar, nieuwste paard. En dat is een? Dit is een barok pinto. Dus het is geen tinker, ook al lijkt het misschien een tinker. Het is een barok pinto. Hi. Ja, dat is lief, hè? Oké. Het is Dollar. Staat in training hier. Het is een pre. Een heel goed dressuur, hè? Ja. Dit is Junior. Die is hier eigenlijk voor zijn pensioen. Die hebben jullie misschien wel gezien in de Shadow Show in 2016. Maar hij heeft vroeger bij Appassionata gelopen. En nu is hij lekker met pensioen. Junior is dus eigenlijk een senior. Ja. Dus Elsje is ook in training hier. Kijk. Nou, hier zijn de weiden, de stapmolen, de paddocks en de buitenbak. En de rotsiers ook. Ja, het is allemaal hier. Nou, we hebben net even snel de stallen gezien. We zijn nu even aan het teruglopen. We gaan even kijken bij Tamar. Die is namelijk nu een paard aan het rijden. Dus dat is geen eigen paard van haar, toch? Het is ook een trainingspaard. Ze is weer een trainingspaard aan het rijden. En die mag ik ook filmen, dus ik ga jullie laten zien. Before the sun brings the day.
night it hits you, baby, it's real. And how you imagined it is just how it feels. Smiling faces, not a care in the world. Yeah, we're just letting go. Oh, oh. Nou, ik sta nu met Simon bij de bak even te kijken naar Tamar die net aan het rijden is geweest. Die gaat nu alweer uitstappen. En voordat jullie erover beginnen, want ik weet dat mensen erover beginnen, ze draagt geen cap. Ik vind zelf dat iemands eigen keuze. Ik draag zelf altijd een cap en ik vind ook van ja, je moet eigenlijk gewoon altijd een cap dragen. Maar ik kan het niet zo vergelijken, want Tamar is natuurlijk professioneel en die rijdt haar paarden gewoon zo. En ja, dus ik heb zoiets van, heb daar gewoon geen oordeel over, want ja, ja, het is niet aan jou. Het is niet aan jou, inderdaad. Dat bepaalt ze zelf en dat mag iedereen ook gewoon zelf bepalen. Maar ik wil wel zeggen, ik doe het wel. Ik draag altijd een cap en draag altijd een cap. Jullie zijn geen professionele ruiters, zelfs al was je dat, draag gewoon een cap. Nou, ik heb net even aan Tamar gevraagd hoe het zit met dat ze niet met een cap rijdt nu. En dat is eigenlijk een hele logische verklaring voor. Ze heeft namelijk last van migraine. En een cap om strak om je hoofd kan dat heel erg triggeren. En als ze dus echt een jong paard rijdt dat gewoon ja, ongevaarlijk kan zijn. Of als ze op concours gaat, heeft ze gewoon altijd een cap op. Maar als het niet moet, dan niet. Omdat ze rijdt 8 paarden op een dag. Dat betekent dat je eigenlijk 8 uur lang aan een cap op moet hebben. En dat zit dus 8 uur lang strak om je hoofd. Ja, voor wie migraine heeft, ik heb zelf ook wel eens migraine gehad. Dat is zo verschrikkelijk. Dan snap ik best wel dat je dat risico als het ware al wil nemen, alleen maar om niet migraine te hebben. Dus dan weten jullie dat ook. Van Camelia en we gaan nu even naar een ponytje toe om even in de bak daar pb's te gaan, want ze heeft buiten nog wat kleine ponytjes staan. En zometeen gaat ze King rijden, heet hij toch? Ja. Dat is die Barocco Pinto, dat is echt een heel gaaf paard om te zien, dus ja, die ga ik natuurlijk ook voor jullie filmen. Oké, we zijn nu in de bak met Surprise, dat is deze pony en ze hebben hier ook Rakker. En Lucky, het zijn allemaal ponies die ook voorkwamen in het fotoverhaal van de Penny in ieder geval. En Rakker is dan ook op Horsey Vet, ja. Toch? Ja, en Rakker is ook echt de Rakker van Penny. Dus op stal van Shadow en Rakker van de Penny.
helemaal. De vlog begon een beetje heel erg lang te worden, want ik had meer dan een uur aan beeldmateriaal. Dus ik ga deze vlog even hier afsluiten. In de volgende vlog laat ik jullie zien hoe we met de rakker van de Penny dus vrijheidsglazuur gingen doen. En Shadow in de bak los. En een paard dat echt... Ja, ik wilde eigenlijk nog niks over zeggen, want jullie zien het volgende keer wel. Maar die kan echt alles. Dus heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!